De introweek loopt bijna ten einde en als het goed is heb je afgelopen week antwoorden gehad op al je vragen en heb je heel veel informatie gekregen. Maar mocht je nou nog vragen hebben over bijvoorbeeld concentratieproblemen, dan kun je terecht bij studenteninfo. Wat dat precies is, dat zoek ik voor je uit. Stel je hebt nou nog vragen na deze week over bijvoorbeeld concentratieproblemen of dyslexie, weet je dan waar je terecht moet? Bij de studentendecaan volgens mij. Nou, er is een A tot Z lijst volgens mij op die site en dan kan je die bestuursleden vinden en die kan je dan mailen. Dat heb ik gehoord in ieder geval van hoe je dat dan moet aanpakken. Nee, ik heb echt geen idee. Nee. Ja, ik wist niet eens van die A tot Z lijst. Thuisarts.nl of zo, ik weet het niet. Dat zoek ik niet op, gewoon Google. Heb je ooit gehoord van studenteninfo? Nee. Nou, je hoort het, de studenten verschillen behoorlijk van mening en om heel eerlijk te zijn weet ik het zelf eigenlijk ook niet precies. En daarom heb ik een afspraak met Laszlo van Studenteninfo en die gaat me er meer over vertellen. Hallo? Hallo? Wacht even, misschien... Hoi, ik ben op zoek naar Laszlo. Ja, dat ben ik. Kom maar verder. Chill, thanks, dankjewel. Hey, allereerst ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is studenteninfo nou precies? Ja, studenteninfo is het aanspreekpunt voor studenten, waar je terecht kan met vragen over hulp, begeleiding, maar ook gewoon HVA praktische zaken. Daarnaast hebben we ook trainingen en workshops. Wat voor trainingen en workshops bieden jullie dan precies aan? Ja, momenteel bieden we Gefocust van Start aan. Dat is eigenlijk het ochtendritueel waarbij je met meerdere studenten samenkomt. En dan ga je de hele dag inplannen. En dan weet je precies wanneer je je laptop kan dicht doen, ja, met een voldaan gevoel. Komen de studenten ook nog met andere vragen bij jullie aankloppen? Nou ja, het kan heel erg divers zijn. Het kan bijvoorbeeld ook over administratieve vragen zijn. Maar ook bijvoorbeeld, wil je wiskunde bijles? En dan hebben wij dus gekeken naar, hey, is er misschien ergens budget? En zo hebben we vorig jaar dus wiskunde bijles geregeld. Dus het gaat eigenlijk alle kanten op. Kunnen jullie ook nog specifiek iets voor eerstejaarsstudenten betekenen? Heel veel zelfs. Het eerstejaars weten ze niet precies hoe het allemaal in elkaar zit hier bij de HVA, waar ze precies moeten wezen. Eerstejaars moeten vooral juist hier komen en dan kunnen wij ze gewoon verder helpen. Easy like that. Hey, stel ik heb nou een vraag, hè. Hoe kom ik dan bij jullie terecht? Nou, je kan ons eigenlijk op alle mogelijke manieren kan je ons benaderen. We hebben 3 fysieke locaties, hier in Leeuwburg, in Nicolaas Tulphuis en ook op Wieboudhuis. Ben je toevallig niet op deze locaties, dan kun je ons ook gewoon bellen. Maar we hebben ook een website, een SharePoint-pagina. En daarin kun je ook informatie vinden over ons mailadres. Je kan ons teamsen, WhatsAppen zelfs. En ook sinds kort hebben we Instagram. Ja, mocht je dus een vraag hebben over iets binnen de HVA en weet je niet precies waar je moet zijn, dan is studentinfo de place to be. Nou, dat was hem in ieder geval voor vandaag. Morgen neemt Yannick je voor een allerlaatste keer mee om de introweek af te sluiten. Doei doei!